Ik ben Marit. Wij zijn hier vandaag in Theater De Stoep en ik ben hier met Kaylee om te praten over haar passies. Kaylee, wat vind jij vooral leuk om te doen in jouw dagelijks leven? Nou, vooral dansen, zingen, acteren, shoppen met mijn vriendinnen, naar de bioscoop gaan. Ik vind echt heel veel dingen leuk om te doen. En wat zijn dan echt de dingen die jij later ook wil gaan doen als eventueel werk of je hobby's? Dus wat zijn nou echt jouw passies? Nou, mijn passies zijn echt dansen, zingen en acteren. En presenteren vind ik ook heel erg leuk om te doen. En ik denk wel dat ik dat als hobby erbij ga doen. En dat ik dan later echt iets met kinderen of ja, iets in die richting, ja, in die richting ga doen. En hoe, want je gaat natuurlijk nu nog naar school. Hoe verwerk jij dat op school? Wat doe je ermee op school? Nou ja, we hebben dan twee keer in de week hebben we... dansen, zingen en acteren. En dat is dan wel verdeeld over de twee dagen. Mm-hmm. En dan hebben we in het begin hebben we dan een voorspelavond. Ja. En dan aan het einde voor eindpresentatie. Ja. En dan, nou ja, dan treden we op nog van wat we hebben geleerd op school. En, ja. En dat is dan voor, nou ja, nu helaas natuurlijk met corona voor wat minder mensen. Maar normaal zouden alleen jullie ouders kunnen komen kijken? Of ook echt mensen, ja, die een kaartje... Ja, gewoon iedereen volgens mij. Echt mijn oma zou dan kunnen kijken. Oh, ja, ja. Maar ja, nu door corona kan dat natuurlijk niet. Nee, dat is wel echt heel erg jammer. En waar zijn jullie, met wat voor stuk zijn jullie nu bezig? En wat is jouw rol daarin? Hoe gaat het nu op school? Nou ja, we hebben zeg maar een echt wel een stuk van acteren, zingen en dansen gewoon... In alles één bij combinatie. Ja. En dan heb ik dan in twee scènes de hoofdrol. Oeh, dat, vind ik dat wel is leuk. Wel leuk. Ja. En dan, nou ja, dan hebben we gewoon nog een stuk die we gaan laten zien via een livestream. Mm-hmm. En wat is het onderwerp ervan? Nou ja, La La Land. Dat is oh een soort ja, de film. Ja. En daar is het een beetje op gebaseerd. Oké. En wat vind je dan het leukste om te doen? Het acteren, het dansen, het zingen? Nou, ik vind alles eigenlijk wel heel erg leuk. Vooral de combinatie ervan. Mm-hmm. Dat vind ik heel erg dus leuk. Dus zeg maar om te echt doen. Het musical, ja, soort van. Ja, dat vind ik, ja, heel erg leuk. Als je zelf danst, wat vind jij dan het leukste om te doen? Popshow. Dus een beetje een popshow, musical dans. Dat, ja, vind ik wel echt het leukste om te doen. Inderdaad. Lekker een beetje, ja, heerlijk in zo'n... Dus ja, minder van het... Dus het popshow is wel een beetje een combinatie van alles dan, neem ik aan, of niet? Dus echt wel, ja, een beetje musical dans. Mm-hmm. Ja, ik weet niet hoe ik dat een beetje moet, ja, gaan uitleggen. Maar sowieso, hiphop is al iets heel anders dan popshow. Ja. Ja. Een popshow is toch, ja, heel, echt heel moeilijk uit te leggen. Ja. Maar... Nou ja, jongens, musicals en daar dan de dans van. Ja. Nee, ja. En doe je dan ook nog andere sporten? Of heb je daar dan, heb je andere sporten gedaan? Of heb je daar nu dan geen tijd voor? Nee, gewoon dansen. Maar dansen vind ik ook echt heel erg leuk om te doen. Mm-hmm. En dan, nou ja, dansen en dan acteren, zingen, ja, zit er dan standaard bij. En dat vind ik dan ook gewoon heel leuk, mm-hmm, om te doen. Dus. En vanaf hoe oud was je al bezig met dansen en acteren? En... Ik dans, denk ik... Wacht even, mama. Hoe lang dans ik ook weer? 6 jaar ongeveer. Ja. Vanaf dat ze... Vanaf mijn zesde danste ik, ja. En ik heb ook gehoord dat jij bezig bent met acteren naast school. Kan je daar iets meer over vertellen? Nou ja, ik heb een auditie gedaan voor een casting voor een film. Mm-hmm. Want ik wil ook heel erg graag iets met film, ja, in de... Filmindustrie? Ja, ik wil dus in een film of serie spelen. Dat lijkt, mm-hmm, me echt heel erg leuk. En ja... Ik wil echt wel iets daarmee doen, dat vind ik wel echt, mm-hmm, leuk. En heb je dan ook een voorbeeld, iemand waar je dan van denkt, wow, ik wil ook zo worden of iets? Nee, dat eigenlijk nog, nee, niet echt, nee. Dat is, dat is wel interessant. Ik zou dan toch wel denken dat je iemand hebt waardoor je... Ja, nou ja, ik zie natuurlijk op tv en zo, ja, heel veel mensen die acteren. En dan, mm-hmm, denk ik van, ja, dat vind ik wel heel erg leuk om dan... Ja. Ook te doen. Om daar zelf te staan, ja, of dat jij op tv kan komt. Dan kan je jezelf natuurlijk helemaal inleven in een persoon. Mm-hmm. Dan kan je gewoon heel iemand anders zijn, uit je comfortzone. En dat vind ik wel erg leuk. Dat je gewoon, dat je op het doek staat en je, ja, bent niet meer Kaylee, maar je bent... Ja, gewoon een heel ander persoon. Iemand anders, ja, heerlijk. En wat zou je dan echt, wat is iets of iemand wat je nog graag zou willen laten zien aan mensen? Dus een personage die jezelf...
Of heb je dat niet echt? Nee, dat heb ik niet echt. Ik vind alle emoties wel heel erg leuk om te spelen. Mm-hmm. En wat vind je dat het moeilijkst? Ik denk, best wel moeilijk. Maar verdrietig is denk ik toch nog wel heel erg moeilijk. Maar ja, sowieso als je erop blijft oefenen, dan komt dat echt wel goed. En doe je dat oefenen dan ook thuis? Of ga je nog naar een theaterschool bijvoorbeeld? Thuis. En ik zit natuurlijk op een theaterschool op school. Mm-hmm. En daar hebben we dan ook altijd les. Ze krijgen ook emoties en zo. Mm-hmm. En dan zit ik daarnaast ook nog op een theaterschool. Oh, echt? Oh, wow. En dat is zeg maar dansen, zingen, acteren ook. Mm-hmm. En dan leven we ons ook in, zeg maar, in een rol. Ja. Zo, en wat zijn dan oefeningen die je daar vooral doet, zeg maar, omdat kan je ons leren hoe je een emotie... sowieso hebben wij dan, zeg maar, oefeningen inderdaad. Mm-hmm. En dan hebben we zeg maar de emotiemeter. En dan heb je van 1 tot 10. En dan heb je zeg maar blij. Dan moet je ook gewoon blij op nummer 1. Dus blij, maar ook weer niet. Net niet helemaal. En als je dan op bij 10, dan ben je echt gewoon super blij. Ja, dus dan is het. Dus je moet zeg maar leren opbouwen hoe. Ja. En dan krijg je natuurlijk van docenten te horen hoe je dat ongeveer moet doen. En ik had ook gezien en gehoord dat je bij Zepsport was geweest. Ja, dat was een spel game Roblox. Mm-hmm, ja. Dat is natuurlijk een minigame met allemaal leuke spelletjes. Mm-hmm. En dan had ik zeg maar een vraag. En die had hij dan beantwoord voor mij. Zodat ik dan veel meer in die game iets kan doen. Zoals een wereld bouwen. Dat leek me wel interessant. En Dus wie had jou daartoe mee geholpen en hoe ging dat, zeg maar? Ronald. Nou ja, op Instagram zagen we dat. En toen dachten we van, dat lijkt wel leuk. Toen werden we ook gevraagd van, zou je het leuk vinden om dan een vraag in te sturen? Toen dachten we van, natuurlijk, want Roblox vond ik wel een leuk spelletje om te doen. Mm-hmm. En toen heeft hij me gewoon met alles geholpen. En toen, gewoon heel lastig uitleggen dit. Maar Hij heeft me gewoon heel erg veel geholpen bij een wereld bouwen. Mm-hmm. En dat was mijn vraag ook wel een beetje. Dus dan heeft hij dat goed beantwoord. En dat was dan de eerste keer dat je een beetje op televisie kwam? Of heb je al eerder dingen gedaan? Ja, ik heb eerder al wel wat dingen gedaan. Kinder voor Kinder, Okido podium. Echt? Ja. Wow. Dat vond ik heel erg leuk om te doen natuurlijk. Omdat ik natuurlijk heel fan was van Kinder voor Kinderen. Iedereen was fan van Kinder voor Kinderen. Ja, en dan... is dat ook echt wel heel leuk om in het Luxor Theater te staan. Oh, wauw, ja. Want toen had ik de wildcard gewonnen. En dat vond ik wel heel erg leuk natuurlijk. Omdat je dan daar staat op een podium. En ik vind het ook heel erg leuk om op het podium te staan. Want ik ben best wel een podiumbeest, om het zo maar te zeggen. Heerlijk. En ik vind het echt gewoon fantastisch om op een podium te staan. Mm-hmm. Dus dat vond ik echt heel leuk. Ja, en wat mocht je daar dan doen? Want je zei net... Ik kon het niet helemaal goed verstaan. Wat voor podium? Waar mocht je toen? Het Luxor Theater, zeg maar. En dan ging ik hoepelen, springtouwen en dansen. En dat heb ik dan ook gecombineerd, zodat het één act werd. En dat dan waren er meer kinderen die dan toen zeg maar gingen optreden? Of? Volgens mij waren het er... Want er waren 2 seizoenen en dat was volgens mij toen seizoen 2. Ja. En in het Luxor Theater waren er 3 acts. Een drummer en een taekwondo of zo. Oh ja, en en dan stonden we daar op het podium met z'n drieën onze act te laten showen. Wauw, dat is wel echt super vet. En met films, ben je daar al verder gekomen? Hoe gaat dat? Nog niet echt. Ik heb alleen mogen figureren in een bekende bioscoopfilm, Casanova's. Oh wauw, super vet. Ja, en dat is dan ook wel leuk om al die bekende mensen van het doek eigenlijk dan ook nog te zien in het echt. En dat is wel echt heel gaaf. Ja, kan je natuurlijk gelijk al wel een beetje wat gaan leren van hoe het dan straks echt is als jij daar hopelijk staat. Dat hoop ik wel, ja. En je vertelde net dat je dan pas een casting had gehad. Heb je er een beetje een goed gevoel over? Of, Het ging wel goed. Maar ik hoop het. Maar je weet het natuurlijk nooit. Nee. En wat moest je dan doen? Een stuk voorlezen? Iets, we hebben 2 scènes moeten voorbereiden. Oh ja? En daarin moesten we dat dan laten zien bij die casting. Mm-hmm. En dan moet je het gewoon laten zien. En dan krijg je later nog de uitslag te horen. En weet je al wanneer die krijgt? Of is het, ze moeten nu nog 2 weken, rond de 2 weken nog de filmpjes bekijken. Oh ja.
Dus dat denk ik nog wel 2 à 3 weken dat ik het pas ga horen. Dat is dan nog wel spannend. Ja. En heb je al volgende dingen ook op het oog die je wil gaan doen? Nee, nog niet echt, nee. Nee. En dan, je vertelde dat je later wel iets met kinderen wil gaan doen. Dus niet per se in de theaterwereld waar je nu veel mee bezig bent. Nee, want dat wil ik dan als hobby erbij doen. Oh ja? Dat lijkt me ook heel erg leuk. Sowieso dat ik er nog wel iets mee doe. Ja, dat je er nog wel mee bezig bent. Maar ja, dat je wel meer zekerheid hebt misschien van een baan dan. Ja, dat ja. Dus dat is wel fijn. En heb jij nog meer vriendinnen of vrienden die dit doen? Of is het echt vanuit jezelf gekomen dat je dacht, wow, dit is wel vet? Nou ja, het is wel vooral vanuit mezelf gekomen. Mm-hmm. Ik heb niet echt vriendinnen en vrienden die ook iets met acteren doen. Nu wel op de theater. Ja, dat is dan wel logisch dat je daar meer mensen leert kennen. Iedereen is daar ook voor een onbewuste doel. Zo van, ik wil ook graag daarin spelen. Oh ja. Dus nu dan met die school wel. En met die, niet iedereen gaat natuurlijk naar zo'n speciale school. Nee. Ik heb dan zelf bijvoorbeeld ook theater gehad op school. Maar bij jou wordt er dan echt wel meer aandacht aan gegeven, neem ik aan. Ja, daar hebben we zeg maar een hele dag, nu tot 30:30 hebben we dan of dans en theater. En de andere dag zang en theater, omdat ik in een theaterklas zit. Ja. Want je kan in 3 klassen zitten. En je dansklas, de zangklas en theaterklas. Mm-hmm. Alleen de zangklas is dan nu met corona uitgesteld. Oh, omdat het natuurlijk niet echt mogelijk is. Nee. Maar ja, het is nog heel erg leuk in de theaterklas. Mm-hmm. Want ik wil ook gewoon echt iets nog wel als hobby met theater doen. En dan is het wel leuk om daar meer over te leren. Zijn er nog dingen die je zelf heel graag wil vertellen over wat je nu doet? Of waar we het nog niet over hebben gehad, dat we nog niet hebben besproken? Ik heb wel met een paar dingen meegedaan. Mm-hmm. Zoals Nicky Nick Make Me a Model. Oh, echt? Ja, daar heb ik ook mee aan gedaan. Mm-hmm. Natuurlijk gefigureerd, Okido Podium. En gefigureerd. En hoe was dat dan bij Nick en ik? Want ik ken het zelf niet, nee, dus kan je er wat meer over vertellen? Zeg maar een modelprogramma waar je dan werd uitgekozen. En dan had je zeg maar bepaalde rondes en dan kon je zeg maar een Nick en Nick model worden. Oh, ja. Maar ja, sowieso een model doe ik ook gewoon als hobby ernaast. Even als hobby ernaast. Ja, want ik vind het echt wel leuk om zeg maar foto's te maken. Foto's ook, ja. En maar sowieso, wat ik al zei, ik vind het gewoon leuk als hobby te om als hobby te doen. Gewoon naast de rest. Maar je zei dat je verder dan dus nog ook nu met fotografie bezig bent. Ja. Wat vind je daar dan leuk? Vind je dan zelf foto's maken of echt wel als model staan? Of hoe vind je dat dan leuk? Fotoshoots vind ik wel altijd grappig om te doen. Zodat je dan ook leuke foto's hebt. Mm-hmm. Ik weet bijvoorbeeld, ik maak heel vaak foto's met mijn vriendinnen voor Instagram. Zulke soort dingen vind ik dan wel leuk. Ja, van die grappige, leuke foto's. Zoals met je vriendinnen inderdaad. Dat is ook altijd wel leuk als je in de stad bent. Even een foto maken. Even een fotootje van de outfit natuurlijk. Ja, moet er wel bij. Ja. Ja, ik heb dan ook wel dat zelf. De ene vriendin kan het iets beter dan de ander. En dan sta je daar en dan denk je, oh, dit is een leuk vlekje. En dan maak je de foto's. Ja. En dan kijk ik thuis. En dan is het helemaal niks. Dus dat is wel jammer natuurlijk. Maar ben je dan ook wel professioneel echt bezig met modellenwerk? Of is het nu nog meer gewoon zelf een beetje aanklooien? Nee, niet echt. Gewoon een beetje gewoon foto's maken voor Instagram. Mm-hmm. En dan, ik heb nog niet echt modellenwerk gehad. Alleen ik en ik make me a model. Mm-hmm. Maar meer niet echt, nee. En ben je ook ergens ingeschreven bij of een castingbureau? Of, ja, doe best je het wel veel castingbureaus. Maar nog niet. Nee, nog niet. En hoe helpen die jou dan? Bellen ze jou als er iets is? Of moet je dan toch wel zelf op zoek? Nou ja, waarschijnlijk bellen ze je dan wel. Dat denk ik dat zelf. Dat hoop je dan? Ja, maar dat is dan nog niet echt gebeurd. Mm-hmm. En als je dan ook een casting ziet op Instagram of mijn moeder zegt dan van, kijk, dat is misschien ook wel leuk om aan mee te doen. Ja. Dan kunnen we ons sowieso aanmelden en dan zien we wel hoe ver we komen. Hoe het gaat. Ja, het is natuurlijk toch wel moeilijk om het echt te maken om een Chantal Jansen te worden. Of een Tim Duisma die gewoon rustig zingen en in films spelen natuurlijk. Dus het is altijd fijn om iets te hebben om dan op terug te vallen. En je vertelde je zit op een theaterschool, maar je doet ook nog een andere theaterschool. Hoe combineer je dat dan met
nog met vrienden afspreken en zo? Want ik neem aan dat je daar ook wel wat tijd voor wil hebben. Ja, zeker. Sowieso hebben we nu halve dagen school. Ja. En dan als ik dan eventjes geen toetsen heb, dan denk ik van, nou, dan kan ik nu nog even met mijn vriendinnen en vrienden afspreken, zodat ik ook nog tijd voor hun heb. Een beetje sociaal leven creëren voor jezelf. Want dat is ook altijd wel gewoon gezellig om met elkaar af te spreken of naar de stad gaan. Ja, ja. En die vrienden van je theaterschool, die zijn dan ook natuurlijk wel daar druk mee bezig. Heb je dan, nou ja, op de basisschool had je dat natuurlijk nog niet. Zijn er mensen die je toen kende meegegaan naar die school? Of ben je echt zelf? Echt helemaal zelf een nieuwe leven begonnen, ja. Ja, en vond je dat, want je zit nu in je eerste jaar. Dat was denk ik wel een beetje eng in het begin. Of dacht je van, nou, ik ga er gewoon helemaal voor. Nou ja, het was meer even spannend om de anderen te leren kennen. Ja. Maar ja, omdat ze toch dezelfde doel hebben van, ik wil daar ook staan. Dan vind ik het toch wel fijn dat ik niet de enige ben die dat ook heb. Dus ja, dus dan, ik vond het wel echt heel erg leuk om daar dan kennis mee te maken. Ja, het is dan wel makkelijker om natuurlijk vrienden te maken. Ja. En hoe kwam je erachter dat die school bestond? Of had je, nou ja, hoe kwam je daarbij? Omdat je echt per se naar een speciale theaterschool wilde gaan. Nou ja, van iemand hoorden we dat er ook zo'n theaterschool was in Rotterdam. Mm-hmm. En toen dacht ik van, nou ja, dat lijkt me wel leuk. En je hebt natuurlijk voor MAVO-advies en je hebt ook HAVO, VWO. Ja. En dan, nou ja, in Rotterdam hebben ze er dan één die nu naar Delfshaven gaat volgend jaar. Maar ja, we kwamen dat gewoon ook uiteindelijk tegen. Toen keken we open dagen. Toen heb ik uiteindelijk ook auditie gedaan. Toen ben ik toegelaten op die school. Want wat voor auditie moest je dan doen? Nou ja, gewoon een beetje te kijken of je het wel ook echt leuk vindt. En nou ja, dan kreeg je ook gewoon zang, dans en spel om te kijken hoe je het doet en zo. Ja, ze willen natuurlijk wel gemotiveerde leerlingen hebben dan. Ja, inderdaad. We zijn natuurlijk in het theater hier. Heb je hier zelf ook wel eens opgetreden? Ja, ik heb hier bij mijn dansschool, oude dansschool, heb ik hier dan ook heel vaak opgetreden. Dit was, deze zaal was echt mijn eerste optreden. Oeh, spannend. En dan ook in een grote zaal hebben we echt wel ook een paar keer, denk gewoon vijf keer dan, volgens mij, als ik het goed heb, vijf keer dan ook mee opgetreden. En dan, dat is echt wel heel leuk. Ja, en van de dingen die we nu allemaal hebben besproken, wat vond je dan het leukste dat je hebt gedaan? Nou ja, vooral die casting. Dat vond ik echt heel erg leuk. Ook een leuke ervaring om dan, zeg maar, de productie achter de schermen zo allemaal te zien. Nou ja, en op het podium staan, ja, dat vind ik gewoon ook echt heel erg leuk. Ja, je hoort gewoon op dat podium te staan. Dan voel je je helemaal fijn. Een ander persoon. En ja, dan kan ik gewoon allemaal dingen doen. Dan kan je alles even loslaten. Ja, zeker. Dat vind ik echt heel fijn om op het podium te staan, ja. En heb je nog tips voor andere mensen die misschien ook bezig zijn met theater om dan, zeg maar, verder te komen? Hoe kunnen ze dat doen? Nou, gewoon vooral jezelf zijn. En nou ja, gewoon denken van, ik kom er wel en dan komt het echt wel goed. Dan komt het wel goed. Ja. Bedankt voor het kijken en dit was ons interview met Kaylee over haar passies.